Even waar ik vooral benieuwd naar ben, is hoe... Je bent een soort Eckhart Tolle-fan, mag ik wel zeggen. Ik zie daar ook een foto staan waar je... Was dat trouwens in Rotterdam toen ik die lezing gaf? Of? Nee, dit is in Vancouver. Oké, ben je speciaal naar hem toe geweest? Ja. Een lezing? Of heb je hem persoonlijk gesproken? Of? Nee, toen hadden we een onderhondje. Ja. En even kijken, in de notendop, mijn geschiedenis met Eckhart is eigenlijk dat... Ik heb mijn roots in de zijnsoriëntatie, ik weet niet of je dat wat zegt. Mm-hmm. Zoals het woord eigenlijk zelf al zegt, zijnsoriëntatie. De meeste mensen tegen wie je het woord zijnsoriëntatie uitspreekt, die krijgen toch een lichte frons in het voorhoofd van zijnsoriëntatie. Dat klinkt ingewikkeld. En het is een vierjarige opleiding in Utrecht, waar ik met heel veel plezier op terugkijk. Maar wat toch inderdaad een behoorlijk hoog intellectueel gehalte had. En toen ik daarmee klaar was en met mensen aan de slag ging, toen had ik zoiets van, volgens mij moet het ook veel eenvoudiger kunnen. Mm-hmm. En zo kwam Eckhart Tolle op mijn pad, dat een van mijn cursisten met het boek The Power of Now kwam 10 jaar geleden. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ga naar Terschelling. Ja. En als ik naar Terschelling ga, dan heb ik altijd een zee van tijd. En ik las dat en eigenlijk vanaf de eerste bladzijde had ik al zoiets van, ja, kijk, dit is nou die vereenvoudigde versie van zijnsoriëntatie. Dus dit vind ik fantastisch. Kracht van het nu? De kracht van het nu, ja. En wat is de kracht van het nu volgens jou? Wat nou ja, dat is dit. Hier nu. Ja. Koffie, een gesprek. En contact. Dus dat is een wezenlijk kenmerk van de kracht van het nu. Contact. Zijn met wat er is. En daarin misschien voelen van waar hou ik het af? Waar weer ik het af? Waar hou ik het tegen? Of waar wil ik het juist heel graag hebben? Mm-hmm. En tussen al die bewegingen door... contact te houden met een hele basale onderlaag van aanwezigheid, bewustzijn, hoe je het ook maar wilt noemen. Ja, dat is een wonderlijke kracht. En het meest wonderlijke daarvan is in mijn beleving dat wij ergens de misvatting hebben gekregen dat we om een antwoord te vinden op de vraag van wie ben ik nou eigenlijk? Van de weersomsluit maar heel veel zijn gaan doen. En in dat doen, daarin proberen iets te vinden van wat ik ben. Dus als je maar heel veel doet, dan, nou ja, dan... Ben je iemand. Ja, dan ben je iemand. Ja, of op zijn minst iets. Ja. En daar gaat ontzettend veel energie in zitten. Want dan ben je eigenlijk 24/7 bezig. Ook al lig je in je bedje te slapen, dan ben je daar eigenlijk nog steeds mee bezig met nog alles te verwerken van wat je vandaag gedaan hebt. En het wonderlijke is dat wanneer je de shift kunt maken van ja, ik ben niet zozeer een human doing als wel een human being. Daarin kan ik misschien al dat doen ook eens loslaten. En als je dat ontzettende doen loslaat, dan kom je in iets terecht waarvan je realiseert van hey, dezelfde energie is er. Alleen die is nu nog gewoon in potentie aanwezig. Die heeft nog niet direct de beweging van oh, hij moet in die vorm, of het moet dat worden, of het moet daar naartoe, of dat is de target, of dat is het doel. Of nee, het is gewoon een kracht die aanwezig is nu en die ik vrijelijk kan benutten. Ja, dat is geloof ik wel iets waar ik via het werk van Eckhart Tolle mee in aanraking ben gekomen. Ja. Kun je zeggen dat die kracht, dat is wat we werkelijk zijn? Dat de rest maar opsmuk is? Ja. Ja. Want dat is nogal een... Als je dat tegen mensen zegt die hier niet zo mee bezig zijn, dat is nogal een 180 graden shift, hè? Ja. Want je denkt dat je dit lichaam bent en alles wat je hebt en alles wat je doet. Precies wat je zegt. Ja. Ja, ofschoon dat als ik het tot Nederland beperk, het boek The Power of, of de kracht van het nu, dat heeft voor Nederlandse begrippen waanzinnig verkocht. Mm-hmm. En
Dus klaarblijkelijk zit er iets in wat heel veel mensen aanspreekt. Ja. En dat denk ik ook dat zo is. En wat mensen denk ik het meest aanspreekt, is dat ze ergens iets erin oppikken van... Zou het mogelijk zijn dat als ik al dat doen loslaat, dat ik dan in iets terechtkom waar ik eigenlijk altijd naar op zoek ben? Van dat er dan iets wordt van rust, tevredenheid, thuiskomen. Geluk. Ja. Ja. En dat resoneert in dat boek door. En de reden waarom dat ik er zo intensief mee bezig ben geweest en uiteindelijk ook die hele vriendschap met Eckhart opgebouwd heb, zit hem op het punt van dat ergens mee resoneert. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb je nog altijd een doelbewustzijn. Dus mensen hebben nog altijd het idee van oké, dus ik moet daar iets voor doen om bij die rust te komen. Dus daarin zit een hele rare kronkel. Dus ergens resoneert het in mensen mee. En ik denk dat Tolle een van de mensen is die er het meest expliciet in is van. En daar hoef je niets voor te doen. Alleen dat laatste stuk, dat is voor de meeste mensen dan weer net niet overgekomen. Dus die hebben het idee van, ja, maar hoe doe ik dat dan? Ja, mensen vragen ook altijd om een methode, hè? Ja. En is dat iets van onze cultuur, dat je zo gericht bent op dat doen en cursussen en aanleren? Want het is niet iets, het is eerder iets afleren, wat ik uit jouw woorden begrijp. Ja, nou weet ik niet precies hoe lang dat je dit filmpje wilt laten duren. Maar, nou, we hebben de tijd. Weet je, het is zeker iets wat in de cultuur zit. Maar de cultuur is niet los te zien van de evolutie. En het is een evolutionair proces wat zich over 100, 115.000 jaar uitstrekt. En wat ieder mens die er op de aardbol verschijnt steeds weer in al zijn finesses doorloopt. En een van de dingen die je doorloopt is dat je een ego ontwikkelt. Dat is part of the deal. Als je op de aardbol komt, dan ontwikkel je ook ego. En als je ego ontwikkelt, dan is het ontegenzeggelijk ook zo dat je een pijnlichaam ontwikkelt. Om maar in tolle termen te spreken. En die tweeledigheid, enerzijds ego, anderzijds pijnlichaam, die twee die zorgen er eigenlijk voor dat je je vroeg of laat identificeert met datgene wat je doet. En dat is een, zou je kunnen zeggen, ja, dat is simpelweg zoals ieder mens zich die nu geboren wordt zal ontwikkelen. En het wonderlijke van deze tijd is dat er in steeds meer mensen komen die zich realiseren van ja, dat is hè, dat wat ik doe is niet wat ik ben. Dus kan ik op een gegeven moment datgene zien dat zo is en kan ik dan ook die desidentificatie krijgen van oké, als dat niet is wie ik ben, wie ben ik dan wel? Mm-hmm. En dat is een nieuwe stap in de evolutie, zou je kunnen zeggen. Dus dat is de flowering of consciousness. Daar wordt het bewustzijn wakker wat zich realiseert van oh, ik ben geen vorm. Ik ben eigenlijk vormloos. Nou is dat voor veel mensen eigenlijk op dezelfde manier lastig om te volgen. Als je zegt van je bent niet wat je doet of je hoeft niet zoveel te doen of je hoeft niet zo hard te werken. Ja, dat zijn inderdaad behoorlijke shifts. Maar op het moment dat je dat begint te ervaren, ja, dan is die shift eigenlijk al geweest. Alleen dan heb je wel een hele grote shift te pakken. Want dat betekent eigenlijk dat je min of meer uit dat briljante hoofd valt en meer in je lijf valt. Of nog preciezer, dat je meer in je hart valt. En dat je je realiseert van jeetje, hoe is het mogelijk dat je noodgedwongen altijd de eerste 10, 15, 20 jaar van je leven en voor sommige mensen tot aan de dood toe investeert in maar ontwikkelen van dat briljante hoofd en dat ontwikkelen van dat geweldige ego. En dat je vervolgens in een fase terechtkomt dat je realiseert van oh ja, maar dat is een fantastisch instrument geweest, maar nu kan ik het instrument loslaten, want klaarblijkelijk gaat mijn weg
En niet alleen die van mij, maar met alle sentient beings over iets heel iets anders. Maar je noemt net het pijnlichaam. Op het moment dat je uit dat hoofd gaat en dus gaat voelen, want dat is het eigenlijk. Ja. Dat pijnlichaam is niet 1, 2, 3 weg natuurlijk. Dat komt als een bal spattert op, zoals Paul het altijd noemt. Die ballen spatten op uit het water die je jarenlang min of meer onder water hebt gehouden. Ja. En wat, hoe daarmee om te gaan? Ja. Alleen voelen? Voelen en waarnemen. Linksom of rechtsom is toch in de bestudering van Tolle het idee ontstaan van dat je van het pijnlichaam af zou moeten komen. Mm-hmm. Maar dat is totaal niet de bedoeling. Je pijnlichaam is een fantastische leermeester. Het zijn inderdaad die metafoor, het zijn die ballen die uit het water opspringen en die dus letterlijk en figuurlijk laten zien van zo ben je het gaan doen. Mm-hmm. Dus er is ongelooflijk veel zinvols aan het kunnen waarnemen van je pijnlichaam, of liever gezegd, je pijnlichaam is in het begin een fantastisch kompas om je te realiseren van oh, ik zit er weer helemaal in. Ik ben er weer helemaal mee geïdentificeerd. Dus in plaats van dat je zoiets hebt van nou dat pijnlichaam, daar heb ik last van, dus laat ik dat maar zoveel mogelijk dan buiten me proberen te houden, is het precies de beweging andersom. Dus dat is de derde keer, hè, dat we het 180 graden omdraaien. Ja. En moet je er juist naartoe. In de pijn duiken. Ja, je moet er, hè, dus juist daar waar je realiseert van oh ja, maar dit wil ik helemaal niet hebben. Daar moet je juist de nieuwsgierigheid ontwikkelen van hey. Laten we eens gaan voelen wat het dan precies is. Ja. Mens leidt het meest voor het lijden dat hij vreest. Ja. Een beroemde uitdrukking. Ja. Want voor het verstand is dat natuurlijk maar ik ga een beetje in die pijn zitten duiken. Ja, hallo. Ja, en niet alleen voor het verstand, hè, om die lijn van de evolutie een beetje aan te houden. Ieder wezen wil juist lijfsbehoud, dus gaat weg van daar waar het bedreigend wordt, dus daar waar het eng wordt, daar waar je denkt van ja, maar hier ga ik eraan, dan worden alle mechanismen wakker om maar te zorgen dat je blijft bestaan. Ja, voor overleving. Ja overlevingsmechanismen. Ik heb Hans Laurentius willen horen zeggen dat logisch is dat je als kind zoiets als een ego ontwikkelt om die pijn, omdat je het ook simpelweg fysiek eigenlijk niet aan kan. Ja, die absoluut. Pijn. Absoluut. Het is gewoon nog te veel op dat moment. Dus absoluut. Het moet even geparkeerd worden of zo. Absoluut. Absoluut. Ja, sorry, ja, weet je, dit is eigenlijk een mooi punt om iets te vertellen over het ontstaan van het pijnlichaam. Omdat het zo inzichtelijk is. Hoe noodzakelijk dat het is, hoe functioneel dat het is, mm-hmm. hoe de verwarring ook ontstaat, dat je linksom of rechtsom gaat denken van oh ja, maar dat pijnlichaam, dat ben ik. Mm-hmm. En hoe prettig dat het is als je de ruimte weer ontdekt van oh nee, dat is hoe ik het ben gaan doen. En daar buiten van hoe ik het ben gaan doen, is eigenlijk nog heel veel ruimte en nog heel veel creativiteit mogelijk, waarin ik mezelf ook kan ontwikkelen. En zal ik eens die overstap maken naar de geboortegrond van het pijnlichaam, om dat wat handen en voeten te geven? Dan geven we mensen nu even de tijd om een glaasje cola te pakken. Ga daar even voor zitten. En het volgende deel legt Evert van, is het nou de of der Ven? De. Evert van der Ven legt uit hoe het pijnlichaam nou tot stand komt en hoe je er vanaf komt? Kijk, daar zit weer diezelfde angel. Hè? Want je kunt er niet van afkomen. Zolang je in een lijf zit, en voorlopig zitten we dat nog, zit de geschiedenis van je pijnlichaam gewoon in je lijf. Dus je pijnlichaam is ook veel eerder wakker dan dat je het boven registreert. Omdat je lijf neemt de werkelijkheid waar. Ja. En in tweede instantie word je pas in je hoofd van wakker of bijwakker. En dus je zit al veel eerder in pijnlichaamtendensen dan dat je jezelf bewust van bent. Dus vandaar ook dat die hele basale omkering van de pijn weg, juist naar de pijn toe, zo belangrijk is. Van dat je lijf daarin traint
van, oh ja, maar het is niet erg om wat pijn te hebben. En daar heeft Hans Laurentius helemaal gelijk in. Ja, van een kleine stuiterbal van 6 maanden oud, daar kun je niet tegen zeggen van, joh, beweeg maar naar de pijn toe. Ja. Dat is goed voor later. Nee, daar is het mechanisme te sterk voor lijfsbehoud. Ja. Maar er komt een moment, hè, dat je volwassen genoeg bent en draagkracht genoeg hebt om je te realiseren van, oké, dat was voor die fase, maar nu komt er een andere fase van, nee, ik kan juist met pijn zijn. Gaan we het zo over hebben. Mooi. Wat ik je graag wil demonstreren, of waar ik je graag in mee wil nemen, is A, hoe het werkt, B, waar het geboren wordt, en C, waar je er op een andere manier mee om kunt leren gaan. Dus hè, het is zeker niet de bedoeling om er van af te komen, of het weg te krijgen, of om het te overstijgen, of wat dan ook. Nee, het is juist de bedoeling van, hoe kan ik er op een andere manier mee omgaan? Want dat pijnlichaam, dat linksom of rechtsom, vertaalt zich dat ook in stemmen in je hoofd. En daar wil ik even mee vertrekken. En, want er zitten namelijk heel veel stemmen in je hoofd. En die hoeveelheid aan stemmen, die vallen vervolgens weer uiteen in twee hoofdstemmen. En over die twee hoofdstemmen, daar wil ik het even met jou over hebben. En de ene zit namelijk hier en de andere die zit daar. En dit is de ene stem. En ik weet niet of het voor jou herkenbaar is, Patrick, dat je 's ochtends wakker wordt omdat je wekker afgaat. En dat je denkt van, nou, weet je wat, gewoon nog even één rondje, gewoon even snoezen. Ja. En je zakt weer in en je ligt zo te snoezen. En terwijl dat je ligt te snoezen, denk je van, nou ja, luister, als ik één rondje kan snoezen, dan kan ik ook best 2 rondjes snoezen. Dus dan ben je zo je 2e rondje aan het snoezen en dan denk je van, ja, als ik alles gewoon nog iets sneller doe, dan kom ik toch nog op elke afspraak op tijd. Dus dat komt helemaal goed. En tegelijkertijd denk je van, wat voor afspraken heb ik eigenlijk vandaag? En dan schiet je niets te binnen waarvan je denkt van, dat is echt belangrijk. En op dat moment realiseer je ook van, ik geloof dat ik vandaag nergens aan toe ben. Ik blijf er gewoon eens in. Ik trek de stokker uit de telefoon, of tegenwoordig zet je hem gewoon uit. En ik ga nergens aan toe. Is deze stem enigszins herkenbaar? Ja, ja, ja. Of die zegt van, ik ben ziek. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bel alles af. Ja. Stop met alles. Ja. Voor vandaag. Ja, ja, precies. Precies. Nou, die stem is voor ieder mens herkenbaar. Maar op hetzelfde moment is er ook nog een andere stem in datzelfde briljante hoofd. Want die vindt daar namelijk iets van. En is het voor jou invoelbaar van dat deze stem, van die stem eigenlijk vindt van, jeetje, wat een loser. Wat een ongelooflijke slappe handel is dat. Voelt zich even niet zo lekker en dan leg je het beeldje meteen weer neer en zoek het maar uit. Herkenbaar? Ook herkenbaar, ja. Ook herkenbaar, oké. En is het dan vervolgens ook herkenbaar voor jou van dat deze die stem natuurlijk hoort, want we zitten nogal dicht bij elkaar, en dat deze zoiets heeft van, loser? Ik? Dat doet toch zeer, dat is A. En B is dan, en wie denk jij nou eigenlijk helemaal dat jij bent? Kun je niet een beetje rustiger aan doen? Kun je niet een beetje dimmen? Waarop je je kunt voorstellen dat deze een beetje van zijn stoel valt, dat hij zoiets heeft van, nee, dan gaan we het krijgen. Niet vooruit te branden, wil zijn nest niet uit, je zegt er iets van, en dan krijg je terug van, hey, doe jij eens een beetje rustig. Dimmen. Ja. Is jou dit duet herkenbaar? Ja, dat is natuurlijk het beroemde engeltje en duiveltje en die constante strijd in je hoofd. Ja, ja, en wie is dan het engeltje en wie is dan het duveltje? Ja. Ja? Ja. Ja. Nee, nu zou het engeltje moeten zijn, die andere dan, ja, nee, dat wisselt. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat maakt het ook wel lastig. Ja, ja, ja. Ja, want het is altijd, voor een beetje dualistische mind is het altijd prettig om goed en fout te hebben. Of engeltjes en duiveltjes, dan weet je tenminste voor
wie je de thumbs up moet houden en voor wie de thumbs down. Maar met deze is dat een beetje lastig, want ik doe het nu aan de hand van een voorbeeld van 's ochtends wakker worden. Maar eigenlijk spelen deze twee in alles wat je doet. Deze zijn echt 24/7, zijn deze twee met elkaar aan het kakelen. Want je kunt je ook wel voorstellen dat deze wakker zijn op het moment dat deze zoiets heeft van oké. En dan kijk ik na het laatste journaal, kijk ik nog even lekker of er misschien op een ander kanaal toch nog iets leuks is om te zien. En deze die wordt dan wakker. Ja, maar we zouden toch eindelijk eens een keer vroeg naar bed gaan. En deze heeft zoiets, ja, maar ik zou niet dat nog niet gaan slapen, maar je weet niet, misschien komt er toch nog iets boeiends. Of deze heeft zoiets van, zo, dan pak ik er nog een lekker pilsje bij, en die heeft zoiets van, ja, maar we zouden toch maar één pilsje doen. Je bent constant in onderhandeling met jezelf, ook met eten, als je een Big Mac eet. Ja, precies, we zouden toch, deze heeft dan zoiets van, ja, maar we zouden toch gewoon eens gezond gaan doen. Ja. En deze heeft zoiets van, ja, maar dat kost wel veel tijd. En dus er is echt, als je erop gaat letten, gaat er eigenlijk geen moment voorbij waarop deze twee niet met elkaar in gesprek zijn. Ja. En dat gesprek vindt hier plaats. In de mind. Ja, en dat gaat razendsnel. En vaak tetteren ze ook gewoon door elkaar heen. Ja, wij noemen het wel eens de Muppet-opa's op dat balkon. Absoluut. De twee, Walter en Stetter, Stetler en Waldorf, ja. Absoluut. En het grote voordeel van die twee Muppets is, van dat ze het uiteindelijk met elkaar eens zijn, wat zij met z'n tweeën waarnemen, daar hebben zij commentaar op. Ja. Alleen het lastige van deze twee is, dat ze het continu tegen elkaar hebben, en dat jij als het ware ertussen zit, en altijd in iets gespletens terechtkomt. Want als je naar deze luistert, dan begint die. Van, en als je naar die luistert, dan begint deze. Want waar gaat het met deze twee koekenbakkers over? Wat willen die nou eigenlijk? Wat willen die nou eigenlijk? Gelijk krijgen? Heel goed. Heel goed. Heel goed. Hij heeft geen script op zijn schoot, hoor. Ja, het hoogste woord. Ja. Inderdaad, winnen of zo. Ja. Dus het gaat over gelijk hebben, of als je het nog in abstractere termen wilt zeggen, het gaat over aandacht. Dus als die aandacht krijgt, dan begint die te mouwen van, hey, en ik dan? En als die de aandacht krijgt, dan begint hij van, hey, ik ben er ook nog. Even als bochtje, maar wat voor de meeste mensen herkenbaar is, deze heb je in je eigen mind. Maar je kunt het ook zien in relaties, tussen man en vrouw of tussen partner. Eentje heeft altijd deze rol en de ander heeft ook die rol. En ergens heeft dat een aantrekkingskracht. En na 6-7 maanden is die aantrekkingskracht helaas over. En begin je elkaar ineens te zien in, oh god, ja, daar heb je mijn vrouw weer. Met altijd bezig, altijd poetsen. Doe toch eens even een beetje rustig, joh. Ja, maar als ik het aan jou overlaat, dan is het, oh ja. He, maar dat is het bochtje. Dus je hebt het zowel in je eigen mind als ook interrelationeel, dat je het met partners hebt. Waar worden deze twee nou eigenlijk geboren, beste Patrick? Waar ligt de geboortegrond van deze twee? Ja, in iets wat niet gespleten is, neem ik aan. Of bedoel je dat niet? Ja, dat is een mooi idee. Dat is een mooi idee. Het is een splitsing van iets. En wanneer komt die splitsing tot stand? Wanneer wordt dat geboren? Als je wakker bent. Als je wakker wordt. Oké. Okay. Nou, vaak, als je net wakker bent, niet. Dan heb je dat heerlijke, rustige gevoel van alles is perfect zoals het is. Ja. Tot het moment dat je voeten, allebei je voeten die grond raken, dan begint die. Ik kun het bijna oorlog noemen, maar laten we het even. Dan begint dat duel. Ja. Dus dat is concreet. Iedere dag. En als je het meer in de ontwikkeling ziet van de mens, waar beginnen we deze twee stemmen in ons? Adam en Eva natuurlijk. Adam en Eva, dat is meteen de hele loop. De hele loop. Zoals Eckhart Tolle noemt, het moment dat ze van de boom eten van goed en kwaad. Hè, ja, daar wordt die dualiteit wakker. Ja, ja. Want dat is het, als ik jou ook begrijp, gaat het toch steeds tussen van wat wel goed zou zijn en wat niet goed zou zijn. Of wat wel slecht is en wat goed is.
constant die tegenpool, toch? Of? Nou, het is ruimer dan dat. Hè? Vandaar ook mijn kleine opmerking over het engeltje en het duveltje. Mm-hmm. Want ze zijn uitwisselbaar. Ja. Dus het is nog ingewikkelder dan dat. Er is niet echt een engeltje, er is niet echt een duveltje. Er zijn alleen twee stemmen die om de aandacht vragen. En ja, of dat goed of fout is, weet ik niet. Of dat de een mooier is of lelijker is, dat weet ik allemaal niet. Nee. Ik weet alleen van, oh ja, ze zijn in tegenstelling. En als je de ene aandacht geeft, wordt de ander. Dus om het enigszins inzichtelijk te maken, kun je je misschien voorstellen dat je, als je ertoe besluit om een leven door te brengen op deze fantastische blauwe bol, dan word je geboren. En aanvankelijk, dan heb je wel een lijf. Maar dat lijf, dat weet eigenlijk van alles wat hij ziet, hoort, ruikt, proeft, helemaal niets. Het is allemaal gewoon reuze interessant, ja. Maar waar het toe dient of waar het voor is, geen idee. Dus je hebt wel een lijf en je hebt wel 100% energie. En voor de rest is het van, word maar Patrick of word maar Evert. En hoe je dat gaat doen, zoek het maar uit. Maar realiseer je wel dat je alleen in leven blijft als je het contact handhaaft met, laat ik het simpel houden, die twee basisspiegels van een vader en een moeder, dat die er zijn. Aha. En dat daar de voeding vandaan komt, de warmte, de aandacht, de liefde, de genegenheid, etcetera, etcetera. Dus word maar Patrick, maar zorg er wel voor dat je dat niet verspeelt. Want als je dat verspeelt, dan ben je gezien. Dus je begint als 100% energie aan die opdracht. Ja, en het enige wat je eigenlijk als communicatiemiddel hebt, is contact. Ja. En daar waar er contact is, waar de verbinding is, waar de connectie is, daar is er to be. Daar, okay. Maar daar waar er geen connectie is, waar er geen verbinding is, daar wordt het eigenlijk, zoals een eencellige zich ook zou gedragen, van dit is fout. Als dit er is, dan mist er zoiets fundamenteels, dat ik, daar kan ik niet overleven. Daar waar er geen contact is, kan ik niet overleven. En het leven zou het leven niet zijn, als het leven op dat punt twee listen verzint, om op dat punt van geen contact toch te kunnen overleven. En één list is deze. Want die trekt zich gewoon uit de pijnlijkheid van geen contact hebben, trekt hij zich terug, zoals pubers zo heerlijk kunnen, gewoon op hun eigen kamer, onder de dekens. Ben je dan happy? Nee, je bent niet happy. Wat is dan de grote winst? Nou, de grote winst is dat je die pijnlijkheid van geen contact hebben, dat je daar niet meer aan bloot hoeft te stellen. Dus je kunt je als energie daaruit terugtrekken en eigenlijk min of meer een veilige cocon opzoeken van, en hier hou ik het wel even vol, net zolang tot het daar weer een beetje rustiger wordt en dan kom ik er wel weer uit. Dus dat is één manoeuvre. En precies op hetzelfde punt van geen contact hebben, geen aandacht hebben, geen connectie hebben, heeft het leven ook nog een tweede variant bedacht. En dat is deze. En die heeft wel in de gaten waardoor dat komt, hoe dat werkt. Want je doet gewoon weinig. Je moet je gewoon wat meer laten zien. Ja. Dus om het handen en voeten te geven, je bent een kleine dreumes, 1,5 jaar oud, en je kliedert een A4'tje vol en je laat het vol trots aan Patrick zien. En Patrick zegt, joh, ik heb de hele dag gewerkt, ik heb de nacht doorgehaald, nu even niet. Ja, deze heeft dan zoiets van, oké, tekenen, doe ik dus nooit meer. Het is één keer, maar... En deze heeft zoiets van, weet je, het is maar een A4'tje. Dus die plakt er achter elkaar en met een geweldig mooie tekening komt hij. En met hetzelfde resultaat, want paps is nog steeds moe. Dus paps zegt, het ligt alleen op de tafel, legt hij maar erbij. En deze die blijft simpelweg in diezelfde modus van ik zal,
En ik moet die aandacht binnenlepelen. Dus die gaat iets zoeken wat nog groter is. Ja. Niet omdat hij zich ook maar ergens kan realiseren van het gaat me om de aandacht. Nee, het gaat hem om iets en hij heeft de afslag genomen van het moet gewoon steeds meer, het moet steeds groter, ik moet gewoon doen. De volgende? Ja. Dus je kunt je misschien vanuit deze ontstaansgeschiedenis ook enigszins realiseren waarom dat deze twee het nooit met elkaar eens gaan worden. Waarom dat het echt zo'n twee volledig afgesloten compartimenten zijn, omdat hun basale energiestroom totaal verschillend is. Want het ergste wat deze zich voor kan stellen, is dat je op die kamer onder de dekens gaat zitten. Je wilt graag aandacht? Nee. Moet je op die kamer onder de dekens gaan zitten? Nee, is een goed idee. En deze, die heeft precies hetzelfde. Die heeft zoiets van, je wordt al niet gezien. Je hebt al allemaal vellen aan elkaar geplakt. Je wordt nog steeds niet gezien. Nee, maar je gaat maar door. Nee, dus waar zijn we mee bezig? Dus, beste Patrick, herken jij dit duet? Ja, dat is geen ander. We hebben het in de podcast ook al vaak over gehad. Het begon vroeger met rondfietsen op straat met van die kaarten tussen je spaar. Ja. Om maar gezien en gehoord te worden. Ja, het heeft bij mij natuurlijk geuit tot de landelijke radio, boeken uitbrengen en alles. Maar inderdaad, om die aandacht op te eisen waarvan je denkt dat je er recht op hebt. Oké. Dus uit jouw verhaal maak ik even op dat deze hier bekend is? Ja, met die zie ik zeker ook. Want mijn leven is constante afwisseling tussen gezien willen worden en niet gezien willen worden. Ja. Ja, dus die strijd is me overduidelijk. Ja. 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 En dat is een strijd, ja. Ja, ja. Oké. Want als je nou daar op die stoel zit waarop je zit, is het dan ook zo van dat je los van deze twee beelden die je schetst, op dit moment ook die twee kunt zien zitten. Dat je realiseert van, oké, dat is degene die bij Veronica aan de boom rammelt. En ik zal ze wel eens laten weten wie Patrick Kikken is. Mm-hmm. En dat deze degene, ik weet niet hoe die bij jou uitziet, maar... Ja, dat is degene achter de camera, weet je, die ook niet moet denken om nu daar te moeten zitten. Oké. Okay. Nee, maar dat is het. Dus als je dat nou realiseert, hè, van oh ja, dat is degene die aan moet denken, oké. En dat is degene die, wie zit er dan daar? Wie is er nou eigenlijk degene die deze twee ziet? Iemand die dat waarneemt, niet eens iemand, iets wat dat waarneemt en okay. die strijd volgt als een soort van toeschouwer. Oké. Ja. En hoe is het daar? Ja, daar is het rustig. Oké. En daar is het, zijn geen woelige gevaren. Oké. Oké. Ja. Oké. Okay. En kun je voor jezelf even het moment nemen dat je realiseert van oké, hier is het rustig, hier zijn geen woelige baren. Oké. Om in modern taal gebruikt te blijven, hier is het chill. Ja. Ja, oké. En als je nou vanuit dit relaxed zijn iets zou moeten zeggen over deze Patrick. Wat zou jij dan tegen deze Patrick willen zeggen? Kom maar tevoorschijn, het is veilig. Het is niet erg om gezien te worden. En andersom denk ik dat ik tegen hem zou willen zeggen van joh, je hoeft niet altijd gezien te worden. Ook dat is veilig. Hè? Ook al ben je niet, sta je niet in het middelpunt van de aandacht, dan nog heb je recht om te bestaan of weet ik hoe je het moet samenvatten of zo. Ja. Precies de tegenovergestelde adviezen zou je natuurlijk geven. Ja, en wat is. Wat is de bron waaruit deze adviezen komen? Waar komen ze uit voort? Ja, een soort wijsheid, denk ik. Een soort liefde, rust. Ja. Nou, je kunt het hebben. Het is mooi dat het vandaag opgenomen wordt. Je kunt het aan je stem horen. Ja? Ja, je kunt het aan je stem horen. Dat weet je, hun grootste conflict is aandacht en... Ze voelen zich
allebei niet gezien. Dus dat blijft maar aan de gang. En de enige die er aandacht aan kan geven, dat is die derde. Dus op het moment, ja. Dus op het moment dat jij tegen hem kunt zeggen, joh, ik snap het wel en ik zie ook wel waar het vandaan komt, maar kom maar. Zonder te oordelen. Ja, doe maar. Het is veilig. Doe maar. En tegen hem precies, joh, ik snap het wel. Maar doe af en toe even. Doe gewoon even af en toe. Ja. En deze twee, die kunnen wel naar hem luisteren. Want dat is een soort van onafhankelijke, die heeft geen belang. Zoals hij begint te kaarten, heeft hij zoiets van, dat zullen we nog wel eens zien. Ja. Maar die tapt uit een ander vaatje. Nou zou je kunnen zeggen dat deze twee tezamen de dynamiek zijn van het pijnlichaam. Dit is eigenlijk, deze twee worden meteen wakker wanneer zich iets voordoet wat doet denken aan waar ze ooit geboren zijn van geen contact. Niet mogen zijn zoals je bent, niet de erkenning, niet de waardering, niet de beloning. Dan worden deze twee wakker. Het is een verdedigingsmechanisme. Ja. Het is altijd, het wordt altijd wakker daar waar je eigenlijk geen ja kunt zeggen tegen het leven. Waar je eigenlijk nee zegt. Van, nee, maar dit wil ik niet. Die twee posities, hè, we hebben ze nu even in het kort weergegeven, dat zijn echt energiestromen. Dus je kunt, juist doordat je naar ze toe beweegt en ze wilt leren kennen, kun je gaan ervaren, zien, voelen van, ja, maar het zijn ook echt, hè, deze, als je wilt pathologiseren, deze heeft een beetje een depressieve tendens. Deze wordt een beetje van, weet je, doe me niet. Dus het heeft eigenlijk allemaal geen zin. Het zal lang tijd om te doen. Ja. Ja, en deze, dat is echt de workaholic, de burn-outer in spe. Die heeft echt zoiets van, tandje erbij. Ja. Dus, dat is gelukkig. Ja. Dus hoe meer dat je kunt gaan voelen van waar ze zitten. Hè, deze zit echt. Dat is denk ik deze. Hoppakeetje, dat zullen wij nog wel eens zien. En deze, oh, deze meer onder in je rug en zo meer. Dus hoe meer dat je die twee kunt toe-eigenen, hoe helderder dat ze voor je worden door de dag heen. Van, oh, ik zit een beetje meer in die, of ik zit een beetje meer in die. En dat hoeft niet weg, want er is er ook één die zoiets heeft van, oké, okay, oh, je stapt uit, oké, je kunt ook gewoon blijven. Je hoeft niet meteen aan de boom te, nee, je kunt ook gewoon zorgen dat je er bent. Oké. Deze twee kunnen die niet zien. Dus als je echt met deze twee samenvalt, als je met je pijnlichaam samenvalt, dan duurt deze oorlog net zo lang als dat die duurt, totdat de munitie op is. En dan word je moe wakker en dan begint het hele spel weer van voor. Die kan deze twee wel zien. Dus waar gaat het nou eigenlijk over? In toenemende mate gaat het erover van dat je die stoel eigenlijk steeds meer leert ontdekken. En hoe meer dat je die stoel kent, hoe meer deze twee stoelen kunnen ontspannen. Ja. En hoe meer deze twee stoelen kunnen ontspannen, hoe meer ruimte er letterlijk en figuurlijk ontstaat voor die derde. Dus dit is een zich aanblazend systeem. Wat is cruciaal in het hele verhaal, is dat je bewust wordt van die derde stoel. En dat je hier even zegt van, oh ja, zo ben ik het gaan doen. Dus dit is het pijnlichaam of het reactieve zelf, zou je ook kunnen zeggen. Dus dat is een gedeelte van die energie waar je ooit mee geboren bent. Die is hier ingegaan. Maar er is ook nog heel veel energie nog nooit tot vorm gekomen. Dus er is ook nog een heleboel creativiteit. Die zit te popelen van, oké, en wanneer mag ik nu? En als iets in het werk van Tolle aanspreekt, is dat dit wordt voor heel mensen invoelend waar, van, oh ja, stel je toch eens voor dat dit niet meer 24/7 hoef te doen. Maar dat ik af en toe hieruit kan stappen. Oh, wat een rust gaat me dat geven.
wat ontslaat me dat van een ontzettend veel gedoe. Dus dat is stap A. En stap B is van, en stel je toch eens voor dat ik kan gaan putten uit wat die eigenlijk wil. Wat het vrije zelf eigenlijk wil. En dat is in mijn beleving de meest korte samenvatting van de kracht van het nu. Ja, dat is eigenlijk die stoel. Dat je realiseert van, oh ja, als ik hiervan los ben, in de zin van, ze zijn er nog wel, maar ik hoef me er niet meer naar te gedragen. Ja, dan komt er zo ongelooflijk veel energie vrij om eens te gaan doen wat je wilt. Nou, mooi gesproken. Nou, alstublieft. Een laatste vraag, zouden we die energie liefde kunnen noemen? Dus er komt er heel veel liefde vrij dan, want dit is heel erg heel egocentrisch gericht. Je bent constant aan het soebatten wat het beste voor jou zou moeten zijn. Ja. Terwijl als die creatieve energie vrijkomt, ben je misschien meer bezig met wat zou de wereld een mooiere plek maken? Absoluut. Wat zou kunnen bijdragen? Absoluut. Aan het feestje. Absoluut. Dus het bochtje wat ik er straks had van oké, dit speelt zich inwendig af, maar ook in relaties, maar ook dus landen. Ja. Dit is de hele dynamiek die altijd wakker wordt daar, hè, want dit gaat dan over het intrinsiek of het ene ego tegen het andere ego als het gaat over partners. Maar je hebt natuurlijk ook collectieve ego's. Ja. En het is precies wat je zegt, Peter. Ik stel je toch eens voor van dat we tot de ontdekking komen van oké, het zag er indrukwekkend uit. We hebben er ontzettend van genoten. We hebben er heel veel energie in gestoken. We hadden ook echt het idee dat we iets te pakken hadden van hier gaat het over in het leven. Mm-hmm. Maar het was eigenlijk gewoon maar een tijdelijk spel. En nu gaan we eens kijken van oké, kunnen we dit spel terzijde schuiven en kunnen we eens kijken van wat gaan we in deze ruimte doen. En je kunt het liefde noemen, je kunt het ook bewustzijn noemen, je kunt het ook ruimte noemen, je kunt het ook het grote niets noemen, je kunt het niet iets noemen. Het ligt maar een beetje aan van wat je bij jezelf merkt van, oh ja, dat is een woord waar ik iets mee resoneer. Ja. En cruciaal daaraan is dat je de bereidheid moet hebben om je briljante hoofd te offeren, in die zin van te buigen, om iets gewaar te worden van oké, wat gebeurt hier eigenlijk hier beneden? Want dat is veel meer het kompas van die derde. Om het te verwoorden heb je weer dat briljante hoofd nodig, maar om te voelen de compassie of de liefde, ja, dat voel je in je lijf wat je met deze twee koekenbakkers hebt. En dan hoeven die ook niet weg. Dan heb je daar compassie mee van. Ik snap het ook wel. En ja, dat is ook eng als je geen contact hebt en je bent er 100% van afhankelijk. Maar ja, je hebt nu twee stevige benen. Ja. Dus ga het maar eens anders doen. En daar zitten we met z'n allen middenin om het heel graag anders te willen doen. Als ik zie hoeveel mensen hier over de vloer komen, ja, dan is er ontzettende behoefte. En waar de meeste mensen tegenaan lopen is die aanvankelijke angst van, maar dan moet ik dit loslaten. Nou, dat is part of the deal. Je kunt niet daar zitten en deze twee meenemen. Want dan zit je hier. Dus je moet deze twee inderdaad op een bepaalde manier loslaten, zodat je er ruimte ontstaat en je kunt zien van oké, zo functioneert het. Ja. Is dat een soort menselijke volwassenheid waar je dan in terecht komt? Ja. Ja. Het is uit die kindertijd stappen. Want het lijkt een heel kinderachtig mechanisme. Het is, ja. Het is, mijn vader heeft een grotere auto dan jouw vader, een beetje. Dat u wel. Dat u wel, wat helaas tot in lengte van dagen voortduurt. Dus het gaat, het is een beetje een afgeleid thema, maar omdat je erover begint. Het gaat ongelooflijk over zelfvalidatie. Dus het gaat ontzettend over voor jezelf helder hebben van, ja maar, wat doet er toe voor mij? En waar wij in grootgebracht worden, is dat je altijd reactief daarin bent. Van oké, dat is de bedoeling en daar ga ik op reageren. Het zij in afwijzing, het zij in ondersteuning of wat dan ook. Maar het is altijd in reactie. Terwijl het gaat er nou net over van, ja,
Maar wat wil ik? Waar gaat het wat mij betreft over? En dat lijkt alsof het dan weer heel erg over het individu Patrick gaat. Lijkt egoïstisch. Ja. Maar waar je op uitkomt, is uiteindelijk van dat je inderdaad zoiets realiseert als wat je net spontaan aangaf. Van ja, maar dan wordt het dus iets veel groters, dan wordt het iets veel ruimers. Want uiteindelijk is er niet een Patrick liefde en een Evert liefde. Uiteindelijk heb je het dan juist los van het persoonlijke en realiseer je, oh ja, maar dit is gewoon het hele veld. Want dat veld van liefde, dat zit ook onder deze stoelen. Dat is gewoon, oh ja, en daarom kunnen deze stoelen ook bestaan. En is daar niks mis mee.